begrijpen van een verwende hond. Hummer, is het lekker? Nee, het is niet lekker. Hebben we een boterhammetje voor hem? Een bot? Eigenlijk hoort een hond op jacht te gaan. Hij heeft een bot dat al in stukken gesneden is. Normaal hoort hij met een hele poot rond te lopen of met een heel wild beest. Maar, hummertje, lekker. Kijk, hummer. Lekker. Noemen ze dat een gedomesticeerde hond? Gedomesticeerd. Nee, niet viseerd. Zoek het eens op internet. Een domestie. Ik zeg het fout, maar zoiets als ze hebben er een huishond van gemaakt. Het is geen hond. Het is echt geen hond. Oh, kijk, kijk, kijk. Gedomesticeerd. Gedomesticeerd. Oké. Okay. Had het toch goed. Gedomesticeerd, man. Ja, had ik het toch goed. Nou, maar de hond hoeft geen bot. Dat heet verwend. Ik weet verwend. Dit ken ik niet. Echt belachelijk. En hij ziet er nog wel uit als een reddingshond met zijn jasje aan. Maar, nou ja. Hij wil eens in de verpakking kijken of daar wat anders in zit wat beter smaakt. De verpakking wil hij misschien wel, maar het bot? Nee, vies, bah. Heb je iets anders wat hij lust? Wat lust hij allemaal? Zelfs paprika. Paprika. Hé hey, hond. Paprika lust hij. Broccoli, andijvie schijnbaar. Boterhammen. Ham is wel heel lekker. Maar het moet wel gekookt, gerookt. Kaas. Het hele hoop zout. Zout. Bah. Dat is niet goed, joh. Dan ga je vroeg dood van al het zout, ja? Echt niet? Nee. Hey. Maar. Wil je een appeltje hebben? Honden eten? Je wil alleen maar mensen eten. En alleen maar mensen praat. Hé. Hey. Ja. Een stukje ham. Als het maar geen vies stuk vlees is. Bah. Die hond die is vegetariër. Ja, dat is het. Vegetarische balletjes. Kijk. Een bord met andijvie. Dat eet hij wel. En vegetarische balletjes eet hij ook. Maar Hummer is vegetariër. En Hummer? Hij houdt wel erg veel van eten, want hij kijkt niet eens. Zie je? Alles weg. Hier zit. Het is gewoon een verwend beest. Curryhonden van Sil wel hoor. Zit. Terwijl ze aan het eten zijn. Het bord wordt wel heel mooi schoon. Dit is wel andijvie.